In Laarbeek is tijdens de clean-up day van 19 september jongstleden zo'n 4280 kilogram aan zwerfafval opgehaald. In Lieshout, Mariehout, Beek en Donkenaal en Riksel werd in de voormiddag door een 40-tal personen het afval geraapt en naar een verzamelplaats gebracht. Voor de scholen werd er een extra editie georganiseerd waarin in Laarbeek ook door diverse scholen aan mee werd gedaan. Het is heel erg dat het nodig is, maar het is inderdaad, we hebben het weer ontzettend mee. De mensen lopen denk ik nu wel echt wel fijn door de bermen om het op te ruimen. Maar ja, het blijft natuurlijk wel ontzettend erg dat het gewoon nodig is. En het is echt hard nodig. U bent zeg maar het aanspreekpunt. Is dat het eerste jaar dat u daar actief in bent of doet u het al regelmatig? Nee, dit is voor mij het eerste jaar dat ik de opschoondag regel. Dit is altijd in handen geweest ook van de gemeente. Die heeft dat zelf georganiseerd. En wij hadden dan als IVA nog wel vaak de locatie beschikbaar gesteld. Maar ik ben dit jaar als eerste keer eigenlijk het aanspreekpunt nu helemaal. Ja. Het aanspreekpunt alleen van het IVN of van heer Laarbeek? Ik ben bevorderd nu tot aanspreekpunt voor heel Laarbeek. Althans, de evenementenwerkgroep van het IVN Laarbeek. En daar ben ik een lid van die evenementenwerkgroep. Wij zijn bevorderd tot aanspreekpunt. En ons e-mailadres heeft ook in de pers gestaan. En op Facebook overal. En alle mensen die zich op wilden geven, ook voor Beek en Donk en Lieshout, konden zich bij mij opgeven. En die berichten heb ik dan weer doorgestuurd. Maar dat hebben we gedaan om één centraal aanmeldpunt te geven als e-mailadres. Ja. Enig idee hoe dat de animo is in Laarbeek voor deze dag? Nou, ik weet dat wij zelf best wel wat aanmeldingen hebben. Maar we hebben één hele grote groep die zich in één keer aangemeld heeft. En een paar losse aanmeldingen. Maar voor de rest, voor Beek en Donk heb ik maar één aanmelding doorgekregen. En die heb ik doorgegeven. En Mariehout zou, Lieshout en Mariehout, de scouting, die hebben heel veel in eigen beheer gedaan. En hebben ook tegen al hun leden zelf gezegd, meld je maar meteen bij ons aan. Dus die aanmeldingen die zijn niet altijd via mij gegaan. Vreemde mensen, of dan niet scoutingleden, die heb ik niet gehad van Mariehout en Lieshout. Is het nodig dat er zo'n dag is, rommel op te ruimen? Ik denk het wel. Als ik naar de bermen kijk, dan denk ik heb heel hard gezien dat we in maart niet opgeruimd hebben. Als je langs sommige bermen gaat, het is werkelijk echt heel erg verschrikkelijk. En zeker nu het gras gemaaid wordt, en dan zie je echt weer ontzettend veel rommel liggen. En ik heb zelf altijd het gevoel, op het moment dat er rommel ligt, wordt er weer meer rommel bijgegooid. Een stuk wat heel netjes schoon is, daar zou je zelf, ja, ik zou het natuurlijk sowieso nooit doen, maar dan zou je zelf waarschijnlijk denken van, nou, daar wordt minder rommel bijgegooid. Ja. Maar op zich zouden we gewoon hier heel veel jeugd voor bij moeten hebben. Het is de jeugd waarin we tegen moeten zeggen van, jongens, dit moeten jullie niet gaan doen, want... Ja, je kunt deze...